Het is maandag 29 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Opnieuw dodelijk verkeersongeluk in Oldgesplaat. Schippers mijden Rotterdamse haven vanwege walstroom. En dieven slaan toe in de dorpskerk in Barendrecht. En het weer. Morgen wordt een zachte dag. Hier is het. Dinsdag is er veel bewolking. Misschien dat er soms de zon even tevoorschijn komt. In de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. En het is nog zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Opnieuw een dodelijk ongeluk vandaag in Oldgesplaat. Daarbij is een 55-jarige fietser uit die plaats om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geschept door een 63-jarige automobilist uit Oude Tongen die na het ongeluk een lang stuk doorreed met het slachtoffer op de motorkap. Mogelijk is er opzet in het spel. De 63-jarige automobilist is aangehouden. Het bizarre tafereel vindt aan het einde van de ochtend plaats op de Oudelandse dijk. De automobilist slaat na de aanrijding op de vlucht. Collega's hoorden dat en hebben groot alarm geslagen. We hebben direct sms-alert gedaan, de omliggende korps geïnformeerd. We hebben zelfs een heli ingezet om bij de verdachte te komen, althans bij degene te komen die meneer heeft aangereden. Zij hoorden die fiets vallen. Dus toen draaiden ze om en toen zag ze alleen die fiets en niet die man. Maar ja, die kwam toen natuurlijk met die auto op de motorkap of meegesleept. En hier reed die er overheen. De personenwagen is hier nog over de man heen gereden? Ja, hier. Maar ja, toen kwamen we weer en toen heel even had hij nog geleefd. Een beetje niks gezegd meer hoor. Helemaal, het ging heel hard bloeien en toen stopte dat, ja. De politie laat weten dat de automobilist en het slachtoffer elkaar kennen en al geruime tijd in onmin met elkaar leefden. Beide heren hebben al langere tijd oneenigheid. Er is ook over en weer aangifte gedaan. Wij gaan er op voorhand niet vanuit dat dat de aanleiding is van het ongeval. Wij nemen dat natuurlijk wel mee in het gehele onderzoek. Er wordt sporenonderzoek gedaan, er wordt getuigenverhoor gedaan. En ook dit zal mee worden genomen in het onderzoek. Het is het tweede dodelijke ongeval in korte tijd in Oldgesplaat. Vorige week kwam een 3-jarig jongetje om het leven nadat hij was overreden door een vrachtwagen. Er komt een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-opslag onder Barendrecht. Wetenschappers uit heel de wereld willen de geschiktheid van het aardgasveld onder Barendrecht beter in kaart brengen, omdat er nog te veel vragen zouden zijn om met de opslag van CO2 te kunnen beginnen. Het onderzoek wordt gedaan door het Rotterdamse ingenieursbureau Holland Innovation Team en is over een maand klaar. Gisteravond werd in het tv-programma Zembla de CO2-opslag onder Barendrecht voor de zoveelste keer ter discussie gesteld. In de uitzending zeggen deskundigen dat de gevaren van ondergrondse CO2-opslag niet goed zijn onderzocht. Daarnaast zou kritiek op CO2-opslag binnen de experts taboe zijn. En gebruikt Shell Barendrecht om te testen hoe de bevolking op CO2-opslag reageert. Ik vind dat helemaal niet netjes, ik vind dat helemaal niet mooi, ik vind dat gevaarlijk. Als dat het is, dan zullen we wel zorgen dat we straks heel veel mensen op de been hebben hoor. Daar kunnen we ook voor zorgen. Kijk, tot nu toe spelen we het allemaal heel netjes. Maar het kabinet gebruikt ook zo'n beetje alle middelen om dit door te drukken. De Rotterdamse geoloog Peter van der Gaag deed het afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek naar de mogelijkheden van CO2-opslag. De resultaten van het onderzoek lieten lang op zich wachten, omdat ambtenaren van het ministerie om veel aanpassingen vroegen. De opdracht die wij kregen was, doe wat minder over Barendrecht en doe wat meer in algemene zin. Omdat u kritisch was over Barendrecht? Nou, wij zeggen dat er wat ons betreft een aantal vragen open zijn ten aanzien van Barendrecht. Dit is natuurlijk verdacht en dit bevestigt maar onze vermoeden of onze zekerheid dat er kennelijk gigantische krachten bezig zijn op het ministerie om het hier maar door te drukken. Op eigen initiatief komt Peter van der Gaag op 22 april met een nieuw onderzoek, want er zijn nog voldoende vragen over Barendrecht blijven liggen. Kan je in een gasveld, wat eigenlijk maar heel weinig gas heeft geproduceerd, zo'n 200.000 of 250.000 ton aan gas, en dat is er in 10 jaar gebeurd, kan je daar in 1, 2 of 3 jaar een veelvoud aan CO2 in stoppen. Peter van der Gaag is voorlopig wel een voorstander van de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht, maar pleit eerst voor een korte proef van 6 tot 8 weken. GroenLinks in de Tweede Kamer heeft inmiddels een debat aangevraagd. Ze worden daarbij gesteund door ChristenUnie en SP. En in dat debat zou de Tweede Kamer kunnen besluiten dat de ondergrondse CO2-opslag bij Barendrecht alsnog wordt uitgesteld. Wanneer het debat plaatsvindt is nog niet bekend.
Het is onhandig en het is duur. Dat zeggen binnenvaartschippers over de walstroomvoorziening die ze sinds kort in Rotterdam moeten gebruiken. Schippers hebben generatoren aan boord om hun eigen stroom op te wekken. Maar om de uitstoot van die apparaten te beperken, moeten de schippers ze verplicht uitzetten als ze in de haven liggen. Dat is het gevolg van de nieuwe wet. Om toch stroom te krijgen, moeten ze een kabel trekken naar de wal. Maar dat zien veel schippers niet zitten. De nieuwste stroomkasten zijn vorige week neergezet op het Noordereiland. Langs de Maashaven staan ze al een paar weken. En sindsdien wijken veel schippers uit naar andere ligplaatsen. Bijvoorbeeld in de Eemshaven, waar de kasten nog niet staan. Want die walstroom is een dure grap. Als wij hier 2 dagen aan de walstroom liggen, zijn we 120 euro ongeveer kwijt. En als we het zelf opwekken, dan is het ongeveer de helft. En daar komen de praktische problemen nog bij. We gaan kabels trekken van het ene schip naar het andere schip. In de winter gaat dat struikelgevaar opleveren, natuurlijk in donker. Want dan zie je een zwarte kabel niet liggen die ergens langs gespannen staat. De kabels mogen maximaal 15 meter lang wezen vanwege de Arbo-wet. En zoals u ziet hier op de kade staan de kasten bijna 200 meter uit elkaar. Dus 150 meter kabel, dan moeten u bijna aan 10 lengtes denken. Volgens het havenbedrijf is er weinig aan te doen, omdat sinds 1 maart een afgemeerd schip geen generator mag laten draaien. Dit is vooral op milieugebied geïnitieerd. Enige jaren geleden al werd er gesteld dat de vervuiling in Rotterdam en in de regio Rijnmond een van de grootste ter wereld is, want we zitten midden in een zwaar industrieel gebied. En daarom moeten er allerlei maatregelen genomen worden om de NOx en de fijnstof zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. En uitwijken naar de Eemshaven is maar een tijdelijke oplossing. Want binnen 2 jaar moet overal in het havengebied walstroom te krijgen zijn. De schippers balen. Hun belangenorganisatie Schuttevaar is desondanks akkoord gegaan. Maar over de tarieven wil Schuttevaar opnieuw onderhandelen. Alleen op de korte termijn is dat voor de schippers nog geen oplossing. Die moeten kiezen. Meer betalen voor de walstroom of de generator aanzetten en een hoge boete riskeren. En een langere reportage vindt u op onze website rijnmond.nl. Bewoners en bedrijven van een woonblok in Rotterdam-West moeten het blok verlaten vanwege een niet goed uitgevoerde renovatie 15 jaar geleden. De toen aangebrachte stalen constructiebalken in de plafonds van de winkels zijn flink aan het roesten. Kom Wonen, de eigenaar van het woonblok, gaat de balken nu snel behandelen of vervangen, omdat de bovengelegen woningen anders zouden kunnen instorten. Het woonblok aan de Rosier-Fazenstraat is 15 jaar geleden compleet gerenoveerd. Tot tevredenheid van de bewoners en de bedrijven die erin gehuisvest zijn. Hun vreugde sloeg een paar weken geleden om in verbazing. De huiseigenaar stuurde een brief waarin staat dat de aangebrachte stalen draagbalken doorroesten. Ook die van de boekenwinkel van Jannie Malinkai. Dat was in dezelfde kleur als wat je aan de onderkant van die uitbouwen ziet. Zie je? Dat is staal. Nou, je kan het duidelijk zien, het komt helemaal door de verf heen. En dan gaat dat helemaal die panden in, tussen die plafonds, heb ik begrepen. En ja, en dan, als dat te lang duurt, moet tussen nu en 5 tot 7 jaar, moet dat verholpen zijn. Want anders dan krijg je gevaar voor instorting. Dus het moet gewoon gebeuren. De bewoners begrijpen niets van de problemen. Alles is nog maar zo kort geleden gerenoveerd en dan nu dit. Wat de precieze oorzaak is, zeg maar, dat weten we op dit moment nog niet. Dat is ook de reden dat we het echt grondig gaan aanpakken. En dat we daar misschien nog tegen zaken aanlopen dat we het kunnen verklaren. We gaan de staalconstructie gewoon goed verder controleren. Waar nodig zullen ze aangepast worden. Maar de ingreep die is vrij fors. En dat is de reden waarom ook de bewoners zeg maar, naar een wisselwoning zullen gaan. Ja, en dan duurt dat 13 tot 15 weken. Ja, nou ja, goed. Ja, nou is dit een vrij grote boekwinkel. Waar gaat u heen? Ik krijg een opslag. Ik krijg wel compensatie. Ja. Omdat de winkel tijdelijk dicht is? Omdat de winkel tijdelijk dicht is. Hè. Dus ik hoef geen huur te betalen. Nou, dat is duidelijk. Is dit het enige blok waar dit soort gebreken... Zover wij het nu weten, is dit het enige blok, ja. Direct na de bouwvak begint de renovatie. Als alles volgens planning verloopt, is het laatste pand in april volgend jaar klaar. Een ordinaire kerkroof in Barendrecht. Uit de pastorie naast de dorpskerk zijn 2 17e-eeuwse avondmaalbekers gestolen. De zilveren bekers, een doopschaal en wat geld zaten in een kluis. En die kluis werd in zijn geheel meegenomen. Volgens het kerkbestuur zijn de avondmaalbekers onvervangbaar. Ze hopen dan ook op berouw van de inbrekers. Kijk, met deze kei is eigenlijk de hele inbraak begonnen.
Dit is een kei uit onze eigen kerktuin. Er liggen daar een stuk of 8 van deze keien. En daar hebben ze er een van gepakt. Die hebben ze hier door een raam heen gegooid. Toen konden ze door dat gat heen konden ze een pen eruit trekken, waarmee je zo'n raam keurig verzegeld tegen inbraak. Vervolgens hebben ze het raam omhoog geschoven, over de verwarming heen naar binnen geklauterd. En toen zijn ze daar naar die kast gelopen waar onze kluis staat, stond. Een ouderwetse kluis van een jaar of 50 oud, die zo'n 400 kilo weegt. En die hebben ze meegenomen op een tafel en door het gebouw gesleept. Kwamen daar bij een dichte deur, hebben dit breekijzer gevonden hier in een keukenkastje notabene. En zijn toen door die deur daar weggegaan, hebben de buitendeur geforceerd met dit breekijzer. Nou, dat hebben ze zeer grondig gedaan. En hebben toen buiten, via de vluchtweg die er is, want er zijn natuurlijk overal vluchtwegen, zijn ze vertrokken. Als het allemaal niet zo verdrietig zou zijn, klinkt het verhaal van Loek en Tineke als een spannend jongensboek. Dieven die bezig zijn met een kerkroof. Maar voor een jeugdthriller is de inhoud van de kluis te kostbaar. De zilveren doopschaal en de twee kostbare avondmaalbekers zijn eeuwenoud en hebben een grote historische waarde. In de kluis zaten hele bijzondere spullen, namelijk een avondmaalstel van 1666. Een mooi zilveren avondmaalstel. En dat heeft voor ons als gemeente heel veel emotionele waarde. En als we dat alsjeblieft maar terug kunnen krijgen. Het lijkt erop dat het geweten werk is, zo van we gaan een kluis halen, want verder is er dus niets verdwenen, niets kapot gemaakt, niets vernield. Alleen die ene stomme kluis is meegenomen. Er zat nog meer in de kluis, namelijk wat geld en een beamer. Maar dat is volgens het kerkbestuur totaal niet belangrijk. Het avondmaal moet weer gevierd kunnen worden. We hopen eigenlijk dat hij het terug wil geven. En de rest mag hij houden. De 33e editie van Kom in de Kas heeft dit weekend maar liefst 180.000 bezoekers getrokken. Tuinders in het hele land openden hun deuren zodat het publiek een kijkje achter de schermen kon nemen. Uiteraard deed ook onze regio mee aan deze open dag in de land- en tuinbouw. En ja, als er ergens geneusd mag worden, staat verslaggever Suzanne Mulder al snel in de startblokken. Mijn keuze is gevallen op Voorne Putten en het wordt heel erg druk deze dag. Dus kies je voor alternatief vervoer. Rennen! Doei! Onder de 20 deelnemers op Voorne Putten bevinden zich naast tuinders ook het waterschap, twee molens, een melkveebedrijf, een akkerbouwbedrijf, een museumboerderij, een bijenstal en een paarden- en ponyrusthuis. Wat is er mooier dan met de wind in je haren je keuze bepalen? Kwekerij Barendse in Brielen is een middelgroot tomatenbedrijf. De trostomaten komen vanuit de kas bij deze machine terecht. Aan het eind is het weer mensenwerk. Je kan hier zien of het 5 kilo weegt. En als het te veel is, dan kan ik deze eraf halen. En dan gaat die volgende, die lopende band gaat dan aan. En die gaat dan hierheen. En dan kan je daar weer zien hoeveel die weegt. Tomaatjes! Lekker, ik heb het alleen op. Nee, het gewoon op. Ja, we nemen het op. Het is gratis, dus. Orchideeënkwekerij Blok is verkocht aan de gemeente Brielen, die alle oude, verspreid liggende kassen weg wil hebben. Jammer dat ze weggaan. Gaan ze weg? Laatste seizoen? Oh, dat vind ik jammer. Inderdaad. Dat verrast me. Gelukkig treffen wij op deze prachtige dag geen rouwende tuinder aan. Ik ben niet zo emotioneel wat dat er gaat. Herinneringen heb ik en die blijven bij jou. Wat leuk is, tenminste. Dus. Dat is een grote foto toestel. Ja? Heb je al hele speciale dingen gezien? Nou ja. Daar bij de komkommer zat er zo'n lopende band en dan vielen ze op. En dan gingen ze zo naar boven.
En dan... En dan? En dan kon je zien en dan gingen ze in een soort wasmachine. Kom in de kast, het is een gezellig dagje uit. Gastvrijheid onder de deelnemers is echt enorm. Ik ga nog even lekker verder. En als u er niet bij was dit jaar, volgend jaar zeker doen. Echt leuk. En je scoort nog eens wat als verslaggeefster. En tot besluit het weer. Woensdag wordt een dag met veel wind. Hier is Ed Aldus. Beste kijkers, we kunnen terugkijken op een wisselvallig weekend. Maar het woordje wisselvallig hoeft niet te zeggen dat het 24 uur per dag regent. Integendeel, er komen er ook best wel hele aardige momenten voor. Die hebben we dus ook gehad dit weekend. Zo ook gisteren, de zondag, was het best nog wel aardig weer. Zondagmiddag kwam het zonnetje tevoorschijn tussen de aanwezige stapelwolken door. Hele mooie foto gemaakt vanaf de Rotterdam. Ja, in de richting van Rotterdam-Noord, in de richting zo van de Euromast. Een fraaie plaat. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's, stuur ze in naar weerfoto@rijnmond.nl. Nou, na de regen van de afgelopen nacht en vroege ochtend, nou, toch weer een tijd lang best weer aardig weer, dacht ik zo. Met zelfs hier en daar even het zonnetje erbij. Temperaturen een graad of 12. Laat in de middag is er weer plaatselijk een bui voorgekomen. En de wind trok aan vanmiddag tot matig. Windkracht 3 of 4. Ja, en dan vanavond en vannacht. Nou, vanavond bestaat de kans op een bui. Maar vannacht is die kans op buien veel groter. Overal krijgen we te maken met buien geregend. Dat betekent dat de neerslagintensiteit van plaats tot plaats kan verschillen. Het is zacht met temperaturen van een graad of 10. Ja, dan morgen overdag, de dinsdag, veel bewolking. Misschien dat soms even het zonnetje er doorheen komt, maar ja, niet al te veel, denk ik. En in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. Temperaturen 12 tot maximaal 14 graden bij een matige zuidenwind. Ja, en dan na morgen krijgen we gewoon 2 dagen van herfstachtig weer voor de kiezer. Een woensdag bijvoorbeeld, veel wolken, aantal buien, kans op hagel erbij ook. Veel wind, aan zee misschien wel een harde wind, windkracht 7 uit het zuidwesten. Boven land een vrij krachtige wind, windkracht 5. Daling van temperatuur naar 10 graden. Ja, donderdag is het gewoon fris met een graad of 8. Ook dan nog enkele buien, een straffe westenwind. Lente wil het voorlopig niet worden, ook niet op Goede Vrijdag. Ook dan nog steeds een regenkans, maar dus ook die aardige momenten bij temperaturen van een graad of 10. En voor mij, ja, voor mij mag je dit weerbeeld doortrekken tot tweede paasdag. Dit was Rijnmond Nieuws van maandag 29 maart. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Straks in Topsport TV meer over de crisis bij Sparta na de 16e nederlaag van dit seizoen. Blijf kijken dus, wens nog een fijne dag en graag tot morgen.